Goedemorgen en welkom op deze livestream van Musea Brugge in verband met de MEIFOR. We bevinden ons vandaag in het Volkskundemuseum en dat is niet zo toevallig, want er staan hier nog een aantal objecten die verwijzen naar de MEIFOR. En het Volkskundemuseum was ook de locatie voor een van de reeksen van Snapshot, een reeks met fototentoonstellingen. En in 2013 hingen hier foto's rond de MEIFOR, foto's van Nick Hannes. De livestream vandaag is gebaseerd op het boek 800 jaar MEIFOR Brugge, maar we gaan het vandaag niet hebben enkel over de geschiedenis van de MEIFOR. Ik wil jullie meenemen naar de kermis van 100 jaar geleden. Wie vandaag over het zand wandelt, ziet een desolaat plein. Met het mooie weer zou het eigenlijk anders moeten zijn, want in de maand mei zou je daar moeten kunnen vergapen aan grote attracties, met namen als de Wild Mouse of de Breakdance, de Ellipse. Je zou geluiden horen die typisch zijn voor de kermis. Je zou geuren opsnuiven, de geur van wafels, van oliebollen, van frietjes. Je zou de glinstering zien in de blikken van de kinderen. Maar helaas, we weten allemaal dat er dit jaar geen MEIFOR staat. In die lange geschiedenis van de MEIFOR, en de meeste onder jullie weten dat de MEIFOR teruggaat op de Bruggenmarkt, die officieel erkend werd in 1200. In die lange geschiedenis is het wel een paar keer gebeurd dat er geen MEIFOR stond. Dat had dan meestal te maken met periodes van onlust of oproer. Denk bijvoorbeeld aan de godsdienstoorlogen of de Franse revolutie. Maar het is precies 100 jaar geleden dat de MEIFOR er voor de laatste keer niet stond. Met name tijdens Wereldoorlog 1. Tussen 1915 en 1918 stond er ook geen MEIFOR. En dat is logisch, want de kermis stond toen nog op de markt. Niet op het zand, maar op de markt. Tot halverwege de jaren 50 stond de MEIFOR op de markt. En de Duitse bezetter die het Provinciaal Hof had ingenomen als hoofdkwartier voor het marinegebied, wou natuurlijk liever geen kermiskramen en ook geen grote massa. De onderbreking tijdens de Eerste Wereldoorlog is echter niet zonder betekenis. Een proces dat eigenlijk al een aantal jaren aan het gebeuren was op de MEIFOR, werd eigenlijk door de Wereldoorlog bestendigd. En het is dat wat ik u eigenlijk vandaag wil laten zien, hoe eigenlijk de Eerste Wereldoorlog een breuk is geweest in hoe de MEIFOR eruit zag. En als we de MEIFOR, zoals we die vandaag nog kennen, als we die heel leuk vinden, dan heeft dat eigenlijk wel te maken met die oorlog. Dus ik neem u vandaag mee naar de MEIFOR van 100 jaar geleden, de MEIFOR vlak voor en vlak na Wereldoorlog 1. We gaan eventjes kijken naar een foto van Nick Hannes die hij nam naar aanleiding van Snapshot. En op die foto zien we drie jongeren. Ze zitten op een hele grote attractie. Maar het is eigenlijk niet de attractie die onze aandacht vraagt. We moeten eens kijken naar de jongeren. Zoals ze daar zitten, hun pose, de blik in hun ogen. Ze weten perfect wat op hen zal afkomen. En we kunnen ons voorstellen dat ze over enkele minuten de lucht worden ingeslingerd, dat ze over kop zullen gaan tegen een achtergrond van luide muziek, met een voorkramer die er nog een schepje bovenop doet met zijn typische rollende R. 100 jaar geleden hadden we een heel andere foto gezien. Dan hadden we ook een attractie gezien, maar met volwassenen. Volwassenen die wellicht niet wisten wat er op hen afkwam. 100 jaar geleden was de MEIFOR dan ook niet gericht op kinderen of op tieners of op gezinnen, maar de MEIFOR richtte zich vooral op volwassenen. En dan nog niet om het even welke volwassenen. Als we naar de MEIFOR van 100 jaar terug zouden kijken, dan zouden we vooral de rijke burgerij zien. De man met zijn hoge hoed en zijn wandelstok, vrouwen in prachtige kleren. De rijke burgerij, de kermis was er voor de burger, voor de rijke burger. Voor de arme arbeider was een kermis eigenlijk onbetaalbaar. Ik geef u een voorbeeldje. Een toegangsticket voor het Salon Carousel. En een Salon Carousel is een paardjesmolen die opgesteld staat in een grotere tent. Een kaartje voor zo'n Salon Carousel kostte ongeveer het dagloon van een arbeider. Volledig onbetaalbaar, onhaalbaar
voor een arbeider. En die rijke burger die was ook niet zozeer gericht op amusement of op vermaak, op vertier. Die burger die ging naar de kermis om zich te laten onderdompelen in een wereld die hij niet kende. Een wereld van uitvindingen, ontdekkingen, die hij misschien kende vanuit de krant of van horen zeggen. 100 jaar geleden was de Foor een soort mini-wereldtentoonstelling waar men kwam om een nieuwe wereld te leren kennen. Men zegt wel eens dat het hoogtepunt van de kermissen zich afspeelt rond de eeuwwisseling. Einde van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw. Twee periodes die we aanduiden met de termen fin de siècle en de Belle Époque. Het zijn de periodes vlak na de industriële revolutie. En in de 19e eeuw, op het einde van de 19e eeuw, gaan de veranderingen in de maatschappij razendsnel. Grote en indrukwekkende attracties, grote machines, denk maar bijvoorbeeld aan de weefgetouwen in de grote fabrieken, de stoommachines, de stoomtreinen, maar ook kleinere mechaniek. Horlogerie wordt dat genoemd. Dat zijn kleine, verfijnde techniekjes. Denk maar aan het steeds kleiner wordende uurwerk. En het zijn vooral die grote, majestueuze attracties die hun weg vinden naar de Meivoor. Nog zo'n voorbeeldje. De toboggan, beter bekend als de Montagne Russe. Indrukwekkende attractie. Toen de plaatsmeester in Brugge voor de eerste keer een aanvraag kreeg voor zo'n toboggan, dan dacht hij dat er een foutje was gebeurd in de aanvraag en hij voorzag een standplaats van 10 meter. Maar de toboggan was maar liefst 100 meter lang. De voorreiziger had zich helemaal niet vergist en zoals we op de foto kunnen zien, de toboggan nam de volledige lengte in van de markt. Het zijn dat soort attracties die tot de verbeelding spreken van die burger die naar de Meivoor komt. Die 19e eeuw is, zoals gezegd, een eeuw van ontdekkingen en uitvindingen. Bijna de helft van het Voorplein, anno 1900, is gevuld met wat we noemen didactische attracties. Dat zijn attracties die niet zozeer gericht zijn op amusement, zoals een carrousel of een bootjesmolen of een zwiermolen. Nee, het zijn attracties die de burger meenemen naar een voor hem vreemde en onbekende wereld. Die nieuwe uitvindingen worden niet alleen getoond, ze worden ook gebruikt in de attracties. Uitvindingen als gas, elektriciteit, beeld, fotografie, geluidsopnames worden ook echt gebruikt in attracties. Bijvoorbeeld, er is zo'n attractie, het is een verduisterde barak waarin de voorkramer door een combinatie van projectie, bewegende beelden, het spel van licht en schaduw, een soort sfeer creëert. Een soort fantasierijke sfeer, een soort angstaanjagende sfeer. En niet toevallig worden die attracties dan ook aangeduid met de naam Phantasmagorie of Toverlantaarn. Die Toverlantaarn is eigenlijk een Belgische uitvinding. En we mogen zelfs heel fier zijn als Bruggeling, maar aan de grond ligt ook een Bruggeling, Jean-Baptiste van Hoestenbergen. Geboren op het einde van de 18e eeuw. We weten niet goed hoe het komt dat hij op het Voorplein terechtkomt. Misschien was zijn vader wel een herbergier en kwam de kleine Jean-Baptiste in contact met voorreizigers die daar tijdelijk verbleven en die de stamgasten vergasten op een aantal trucjes. Maar in elk geval in 1815 komt Jean-Baptiste van Hoestenbergen naar de Foor met een totaal nieuwe attractie, Cosmorama. En ook weer door een ingenieus spel van licht en beelden brengt hij de burger in contact met tot de verbeelding sprekende steden zoals Parijs, Constantinopel en Rome. Het Cosmorama is geboren en het Cosmorama is eigenlijk een uitvinding die doorheen de volgende decennia steeds meer zal verfijnd worden. Omstreeks 1900 staat het kermisplein dus vol met didactische attracties. En heel vaak aan de naam kun je wel weten waarvoor ze staan. Ik geef je nog een voorbeeldje, het Panopticum. Een Panopticum is een soort wassenbeeldmuseum. En door een combinatie van wassenbeelden met voorwerpen en schilderijen, tekeningen, neemt men de bezoeker mee naar een wereld die hij niet kent. Dat kunnen
verafgelegen landen zijn. Dat kunnen streken zijn, verafgelegen streken. Maar dat kunnen ook volkeren zijn, zoals Indianen of Aziaten, Afrikanen. Soms worden er ook historische figuren getoond uit de nationale of de internationale geschiedenis. En men neemt mensen mee op een ontdekkingstocht langs heen de geschiedenis, de panoptica. Die panoptica zijn trouwens zeer, zeer graag geziene gasten op de voor. Want die vooruitbaters die slagen erin om de zoveel jaar een nieuwe opstelling te maken. En om de zoveel jaar krijgen de voorbezoekers een andere opstelling en krijgen ze iets anders te zien. En die panoptica die blijven op het voorplein staan nog tot in de jaren 20. In 1920 staan er trouwens nog twee op de Brugse Mei voor. Of een andere zeer indrukwekkende attractie is het panorama. Panorama is een ronde tent waar aan de binnenkant van het tentzeil een historische scène of een landschap wordt geschilderd. En als bezoeker neem je plaats in het midden van de tent op een verhoog en ook daar weer door een spel met afstand en door voorwerpen op een bepaalde manier te leggen, door te werken met de trompe-l'œil, krijg je als bezoeker de indruk dat je in het midden van het landschap staat. Een landschap of een scène die nagespeeld wordt. Van het panopticum en het panorama gaan we naar een andere uitvinding die wordt voorgesteld op de voor. En dat is de fotografie. Nog tot in de jaren 20 kun je voor een foto naar de voor gaan. Vergeten we niet dat fotografie voor de meeste mensen op het einde van de 19e eeuw onbereikbaar was. Enkel de burgerij kon het zich permitteren om een foto te maken, liefst een statige foto. En tot in de jaren 20 was het dan ook normaal dat je naar de voor ging om een foto te laten nemen. Met de democratisering van de fotografie en met de opkomst van de arbeider op het voorplein moeten voorreizigers ook beginnen na te denken over het gebruik van foto's. En die arbeider is niet zozeer geïnteresseerd in een statig portret. Hij wil iets ludiek of iets dat plezant is. En dat is de start van wat we de compositiefoto noemen. Je kent dat wel, een foto die getrokken wordt tegen een bepaalde achtergrond. En samen met je vrienden of met je familie ga je in die achtergrond staan. En hop, met een klik wanneer je in een vliegtuigje dat rond het Belfort in Brugge aan het cirkelen is. Later zal die fotografie nog meer evolueren. En vanaf de Tweede Wereldoorlog krijg je zelfs een combinatie van twee attracties, namelijk het schietkraam en het fotografiekraam, in de zogezegde tierfoto. En dat is een attractie, wanneer je in de roos schiet, dan wordt er een foto getrokken. En ik weet dat er een aantal van de oudere kijkers nog ergens op zolder of in een schuif nog wel zo'n foto liggen hebben. Tegenwoordig is het van het stilstaande beeld naar het bewegende beeld maar een kleine klik. Maar 100 jaar geleden, op de voor, was dat helemaal anders. En met de opkomst van het bewegende beeld ontstaat er opnieuw een magische wereld. De gebroeders Lumière hebben in 1895 nog maar net het patent gevraagd op het bewegende beeld. Of een aantal ondernemende voorreizigers die denken eraan om met een soort cinematoscoop naar de Meivoort te komen, naar de kermis te komen. En al heel snel, eigenlijk in Brugge vanaf 1899, duiken de eerste cinematografen op. Namen als Kruger, Grünkorn, Alfred komen elk jaar terug. Het is een van de meest spectaculaire attracties op de voor. Je moet zich dat voorstellen, bewegende beelden. Voor veel mensen was dat echt een volledig nieuwe wereld die openging. En die cinematografen waren ook wel zeer populair. Men had verschillende voorstellingen per dag. En naarmate men dichter bij het scherm zat, waren de kaartjes ook duurder. En zo kwamen mensen in contact met echt een ganse onbekende wereld. Echt letterlijk en figuurlijk. Een wereld die geen grenzen meer kende. Men werd meegenomen naar verafgelegen streken, maar ook naar historische taferelen die werden nagespeeld. En die dan voorwaar werden gepresenteerd. Die beelden waren in het begin nog,
niet begeleid door geluid. Dus men moest daar iets op vinden en men gebruikte daarvoor een explicateur. Dat was iemand die commentaar gaf bij de beelden. En als er geen commentaar te geven was, dan werden de beelden gewoon begeleid door live pianomuziek. Een ondernemende voorreiziger, die had er natuurlijk wel snel iets op gevonden. Hè? En die combineerde zowel het bewegende beeld als geluidopnames. En ook daarvoor had hij dan weer een naam nodig voor zijn attractie. En dat was dan de Grammo Viograf. En namen als Albert Freyrs, Grünkorn, Kleist worden eigenlijk echt wel begrippen in dat wereldje. En telkens blijven ze verwijzen naar het geboorteland van het bewegende beeld, want hun attracties krijgen echt wel Franse namen. De cinematoscoop, de cinematograaf, de kinetoscoop, de viograaf en ga maar door. En zelfs oer-Nederlanders als de gebroeders Albert, die verfransten hun namen en toerden rond als de Albert Freyrs om toch maar te kunnen verwijzen naar de Lumière. Want elke voorreiziger die zei dat hij als enige de echte bewegende beelden mee had. En ook die bewegende beelden, die maken een evolutie door. 10 jaar na de introductie van het bewegend beeld op de voor ontstaan de eerste vaste bioscopen. Het is in 1909, precies 10 jaar na de komst van de cinematografen, dat de eerste bioscoop in Brugge zijn deuren opent. En dus moeten ook de vooruitbaters daar iets op vinden. En ze beginnen de bewegende beelden te integreren in andere attracties. Bijvoorbeeld in theaters. Variëteetheaters, rondreizende variëteetheaters, die maken een combinatie van spel door mensen op een tribune, op een podium, als beelden die zij projecteren op een scherm. En het is typisch voor de voorreiziger dat zij steeds verder gaan in die evolutie. De bewegende beelden zijn misschien verdwenen en toch. Als je op de voor nu rondwandelt, dan kan je nog altijd een nazaat van die bewegende beelden zien in de vorm van 3D of special effects. Een heel andere attractie van een heel andere aard, maar daarom niet minder attractief, dat zijn wat we noemen de natuurlijke fenomenen. En dat is een soort verzamelnaam voor mensen met afwijkingen en misvormingen. Sommige van die afwijkingen zouden wij nu als normaal bestempelen, maar toen, 100 jaar terug, kwamen mensen zich letterlijk vergapen aan die fenomenen. Denk maar aan zeer zwaarlijvige mensen, of net mensen die graadmager waren, of tweelingen, of mensen met andere afwijkingen, of mensen die iets konden wat de gewone man in de straat niet kon. Een slangenmens bijvoorbeeld, hè? Iemand die zich in allerlei objecten kon wringen. Of mensen met bepaalde ziektes of afwijken. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen met een soort schubbenhuid. Natuurlijk niet gezegd dat veel van die fenomenen vooral trucage waren en dat de wetenschappelijke uitleg die men eraan gaf niet altijd klopte, maar dat was een extraatje. Misschien iets beschaafder dan die natuurlijke fenomenen, dat waren de musea. Als wij nu naar een museum gaan, is dat meestal in een vast gebouw. Maar 100 jaar geleden had je heel veel rondreizende musea. En een van de meest spectaculaire attracties op dat vlak was het Anatomisch Museum van Pierre Spitzner. Hij noemde zichzelf dokter, maar hij had totaal geen dokterservaring. Maar dat was het groot anatomisch museum. En in dat museum, aan de hand van meer dan 6000 stukken werd een soort kaleidoscoop geschapen van de medische wereld. De werking van het menselijk lichaam tot chirurgische ingrepen, maar ook de bevalling werd getoond met zeer expliciete beelden. En ook het gevolg, de gevolgen van overmatig drankgebruik. Dus naast enkel maar informatief was dat museum ook wel een beetje een soort voorlichting. Het museum heeft trouwens rondgereisd op de foren tot in de jaren 60. Het was zogezegd algemeen didactisch, hè? Maar dat was het eigenlijk niet, want het museum was enkel toegankelijk voor volwassen mannen. Vrouwen mochten enkel binnen onder begeleiding van een volwassen man. Toen ging dat nog zo. Het educatieve aspect op zo'n foor was niet enkel beperkt tot attracties die zich echt zo aandienden.
Maar ook in andere attracties werden dingen getoond die mensen niet goed kenden. Ik denk bijvoorbeeld aan de circussen. Circussen waren vaak de eerste gelegenheid voor bezoekers om kennis te maken met dieren die zij nog nooit hadden gezien. Ik denk bijvoorbeeld aan olifanten of andere exotische dieren als kamelen. En ook de artiesten die optraden, die hadden vaak een kostuum aan die verwees naar een andere cultuur. Of men bracht een act die verwees naar een andere cultuur. Dus ook in zo'n circus zat er een soort didactische, educatief element. Trouwens, en dat is iets wat veel Bruggelingen niet weten, we hadden omstreeks 1900 ook een vast circus, net zoals vele andere Vlaamse steden. De Hippodrome Brugeois in de Witte Leertouwerstraat heeft een aantal jaar gediend als vast circus. Je kunt trouwens, als je in de Witte Leertouwerstraat wandelt, kun je nog altijd het opschrift zien. En het is eigenlijk ook eens een oproep om misschien het opschrift eens herop te frissen, want dat is dringend nodig. U stelt zich misschien de vraag, bestond zo'n 400 jaar geleden dan enkel maar uit didactische en educatieve attracties? Nee, absoluut niet. Een deel van het voorplein werd natuurlijk ook voorbehouden aan carousels, zwiermolens, balançoires, de schommels of de schuitjes, zoals men ook zei in Brugge. Waarom schuitjes? Omdat de voormensen die ze bedienden gekleed waren in matrozen. En verder ook variététheaters, kindertheaters, kinderattracties, snoep- en eetkramen. En toch blijf je 100 jaar geleden nog steeds zien dat die attracties zich vooral richten op de rijke burgerij. Als we bijvoorbeeld kijken naar het Salon Carousel van Opitz, kijk eens naar de façade, naar de rijke versieringen. En zo'n Salon Carousel, ik zei het al, dat is een paardjesmolen die in een grotere, rijk versierde tent staat. En waarom was die afgesloten? Heel simpel. Als vrouwen op zo'n paardje moesten stappen of in een karretje moesten stappen, dan moesten ze hun rokken optillen. En de burgerij wou natuurlijk niet dat de arbeider de kuiten van hun vrouw konden zien. Vandaar dat men op zo'n carousel ging zitten, afgeschermd van de blikken van anderen. 100 jaar geleden merken we dat de voor een andere weg inslaat en dat die educatieve, didactische attracties langzamerhand verdwijnen. De opkomst van de arbeider die toegang krijgt tot de voor speelt daar ongetwijfeld een zeer belangrijke rol in. En een proces dat we reeds zagen voor de Eerste Wereldoorlog wordt eigenlijk bestendigd na Wereldoorlog 1. En Wereldoorlog 1 is echt wel een breuk, hè. Een breuk in gans het maatschappelijk sociaal leven. Heel veel voorreizigers overleven Wereldoorlog 1 niet. Of hun attractie wordt gebruikt door de Duitsers omwille van het hout of omwille van het metaal. Voorreizigers die terugkeren, die komen vaak terug met een andere attractie. Hun knechten of hun hulpjes, die komen ook niet terug. En vergeet ook niet dat na de Eerste Wereldoorlog de voorbezoeker echt wel nood had aan iets anders dan alleen maar aan educatieve of aan didactische attracties. En als we dan eens inzoomen op de voor van 1919, dan zien we inderdaad dat het grote deel van de attracties puur dient tot amusement en vertier. We vinden nog twee panoptica, dus twee wassenbeeldenmuseum, maar voor de rest zijn het carousels, molentjes en vooral veel voedingskramen. In 1919 was er zelfs nog een beetje de vrees dat er geen voor ging kunnen doorgaan. Men vreesde dat heel veel voorreizigers het niet zouden halen, dat ze niet tot in Brugge zouden kunnen geraken, maar uiteindelijk viel het wel meer. Er stonden circa 40 attracties op de voor. In 1920, het jaar waar we nu eventjes naar kijken, in 1920 heeft die voor zich echt volledig hersteld en staan er maar liefst 60 attracties terug op de verschillende pleinen en dat is bijna evenveel als voor de oorlog. Maar we zien inderdaad een nieuwe realiteit, een realiteit waarbij het didactische van de voor volledig is weggevallen. De burgerij komt steeds minder aan bod in de voor. De voor richt zich vooral op arbeiders. En die arbeiders die hebben vooral nood aan vermaak en vertier. Dus als we vandaag naar de voor gaan, vooral om ons te amuseren en om eens in een ander leven te stappen,
dan heeft dat eigenlijk vooral te maken met die breuk van Wereldoorlog 1, die heeft gezorgd voor een compleet andere vorm. Vanaf Wereldoorlog 2 zien we trouwens nog een heel andere tendens, en dat is dat kermissen zich echt wel beginnen te richten op jongeren en tieners. En vandaag de dag is de voor toch vooral iets voor jongeren en voor tieners. Zo, ik hoop dat ik u hiermee een beeld heb kunnen schetsen van de voor 100 jaar geleden. Een voor die een enorme evolutie heeft doorgemaakt en een evolutie die eigenlijk bestendigd is door Wereldoorlog 1, toen het didactische en het instructieve van de voor langzamerhand verdwenen en vervangen is door meer kermisplezier en kermisvermaak. Een evolutie die we tot op vandaag zien. En als we vandaag de voor kennen zoals we ze kennen en zoals we ze elk jaar zien, dan heeft dat eigenlijk te maken met die breuk van 100 jaar geleden. Die evolutie van een didactische voor naar een voor die vooral draait rond amusement. Nu, de breuk die Wereldoorlog 1 heeft veroorzaakt, zal misschien niet op dezelfde manier de breuk zijn die we dit jaar kennen, door het niet doorgaan van de meivoor. Voorreizigers zijn creatieve mensen en ondernemend genoeg om deze tegenslag te overwinnen. Misschien dat het voor één of twee voorreizigers net het probleem te veel is, maar de meeste voorreizigers die zullen dit ongetwijfeld wel overwinnen. Dus ik ben zeker dat wij volgend jaar opnieuw naar een zeer mooie en attractieve meivoor kunnen gaan. Ten slotte wil ik u natuurlijk ook nog eens uitnodigen naar het Volkskundemuseum. Wanneer het museum opnieuw open is, dan kunt u hier een aantal objecten zien die met het meivoor te maken hebben. En we zitten hier ook in de omgeving van de Spekkebakker. En op elke eerste en derde donderdag kunt u de Spekkebakker aan het werk zien. En dan kunt u ook kennis maken met de snoepen die hier worden gemaakt. En ook met de rijmpjes, want die worden hier, de rijmpjes van de pandspekken, die hier ook worden bewaard. Zo, dat was het. Ik wens u nog een fijne zondagochtend. Als u nog meer wil weten over de meivoor, dan kan ik u doorverwijzen naar het boek 800 jaar meivoor Brugge. Of neem gerust eens een kijkje op erfgoedbrugge.be. Daar staan een aantal foto's, oude foto's op van de meivoor. We hebben ze deze keer liever niet allemaal kunnen tonen, maar u kan zeker nog een aantal hele mooie foto's bekijken. En als u zelf nog vragen heeft of opmerkingen of een anekdote over de meivoor, dan kan u zeker nog altijd terecht op de chat na deze live sessie. Dan een prettige zondag.